gitaartraining De Stem van de Godin. Dat is naar aanleiding van het boek wat ik geschreven heb. Er zijn allemaal hele mooie tekeningen in. En die zijn ook allemaal tentoongesteld vandaag. Ja, ik even wat rustiger aan. En in het boek zit ook een cd. Met visualisaties en ook liedjes. Dus een aantal nummers ga ik vanavond op het open podium ook zingen. Gesproken, mijn dochter. Dat is altijd iets leuks voor kinderen ook hier in het leven. En het is een goede, ja, het is een goede sfeer. De hele zondag. Kosmische sfeer. Ja. Zelfexpressiedocent, dus ik geef dans, theater en yoga aan kinderen. Zelfexpressie, dat betekent jezelf voluit aan het leven geven en jezelf helemaal durven uitdrukken. En het gaat over samenwerken en er helemaal durven zijn en staan. Ik was met de kinderworkshop aan het leven en ik ging, als eerste gingen we knutselen. Daarna gingen we nog spelletjes doen. We gingen als afsluiting gingen we ook nog toneelstukjes doen. We gingen dansen en als afsluiting gingen we ook yoga doen of zo. En daarna gingen we voorstellingen doen. Net ook hier heerlijke nieuwe mensen, nooit gezien. Dat voelt alsof ik al heel lang ken, of ik vriend ben. Daarnaast assisteer ik af en toe bij Tantric Dance. En dat gaat een grotere vorm aannemen, dus we gaan dat vaker doen. Misschien ook zelfs geven. Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Het is gewoon niet verhit, dus alle voedingsstoffen blijven intact en optimaal daardoor. Dus het is eigenlijk levend voedsel. Dus er zitten heel veel
enzymen in en voedingsstoffen. Mag ik aan jou vragen wat je aan het eten bent? Chocoladetaart. Ik heb hier mijn creation corner, als je een klein stukje vooruit kunt zien. En wat houdt het in? Sommige mensen zeggen van, oh kijk, er zijn allemaal kleurtjes, hier gaan kinderen tekenen of iets leuks maken. Ik zeg, nou, volwassenen mogen ook spelen. En het is niet alleen spelen, het is dansen op papier. Het is expressie geven aan wat er in je leeft. En dat is wat ik graag met mensen doe. Ik wil ze proberen zich zo in zichzelf bewust te laten worden van wat er is. Dat ze van daaruit hun creatieve potentieel kunnen ontdekken en deblokkeren. Dat is het. I'm taking old t-shirts that are unwanted and transforming them into something new and sexy and beautiful. Iets, dus mensen willen je misschien eerst voordat ze bij je aanbellen, vinden ze misschien fijn om in een wat minder makkelijkere setting kennis met je te kunnen maken. Dat is wat ik hier doe. En ik vind het ook heel leuk om op Cosmic Sunday te masseren. Ik vind het gezellig. I brought some art in today from the Van Jones Art Museum. I chose mostly the sort of cosmic psychedelic digitally affected mandala sort of derivatives of some of the art that exists in its original form at the museum, which is at the Rijkshemel of Art. Dancing was good. I had a good connection with my intention. Mensen kunnen bij mij een consult, een reading krijgen waarbij ik ze wat uitleg en probeer te inspireren. Want ze moeten zelf hun huiswerk doen om daar iets dieper in door te dringen. En zichzelf daarin gereflecteerd te vinden en daarin enige gidsing te krijgen. The fire is burning now. The fire is burning. The fire is burning.